Oké, okay, deze video maak ik. De persoon voor wie dat ik hem maak, weet wel voor wie dat ik hem maak. Voor de mensen die dit soort camera willen gebruiken, dit is een Fujifilm. Het is een Minolta camera. En dit is de X700. En ik geloof dat de persoon voor wie dat ik hem maak de X500 heeft, maar dat is ongeveer dezelfde functionaliteit. Om te beginnen moet je natuurlijk een filmpje laden. Check eerst dat er geen filmpje in zit nog. Want als je de rug open doet en er zat nog een filmpje in, dan zei je natuurlijk, dan ga je dat filmpje belichten en dan zijn je het kwijt. Om het open te doen, kun je hier, als je dan naar je toe trekt, die hendel hier, en als je verder trekt, dan springt eigenlijk dat helemaal open. En dan kun je hier, steekt je rolletje in. Je kijkt goed welke ISO of ASA-waarde dat erop staat. Je legt het lipje hierover. En je schuift het hier. Hier kun je het normaal gezien mooi tussen schuiven. En dan kun je eventueel ook... Je moet zien dat die tandjes hier, dat mooi in de oogjes valt van je film. In de gaatjes daarin. Zo wel een klein beetje goed zetten. Dat het hier vast zit. En dan als je het dicht doet... Goed dicht doen. Dat hier. Hup. Dit gebruik je om achteraf de film terug te spoelen. Dus daar kun je op dit moment niks mee doen. Dat is echt voor het. Dat is de rewind functie. Dus om een filmpje terug te spoelen. De keer dat je het volledig belicht hebt, moet je dat doen. Dus volledig terugspoelen. Voordat je hem openmaakt. De ASA. Ja, wat je nu kunt doen is. Als je deze uittrekt, je kunt een paar opnamen maken. Ik zal dat zo beetje laten zien. Je kunt een paar opnamen maken om het filmpje naar voren te krijgen. De ASA-waarde onthouden. Kijk, ISO of ASA. En in je filmrolkdoosje ervan kun je zo een vierkantje uitknippen. Dan kun je dat hierin steken. Dan is het zeker dat dat juist staat. Want het eerste wat je moet doen, om je lichtmeter, om te zien dat die de juiste data doorgeeft, moet je eigenlijk hier... Hier staat, dus van mij is het filmpje ISO 400, dan moet je hier dat op 400 zetten. Je kunt dat verzetten door heel die schijf op te heffen. Zo. En dan rond te draaien. En dan zien dat hij goed op het juiste punt valt. Ook dat hij zo mooi midden in, want het zijn stappen van een derde van een stop. Dus je moet echt wel zien dat hij mooi in het midden van de 400 valt. Dus eerst dat zet je één keer goed op het moment dat je een nieuw filmpje insteekt. Dat is één keer in te stellen. Dan camera inschakelen. Hier staat hij op off. En dan kun je hier van voor, door aan dat hier te draaien, kun je hem op aan. Je hebt twee aan en vanzelf uitvallen, denk ik. En gewoon aan. En dan, als het dan goed is en je kijkt door de zoeker en gedrukt. Die ontspanner hier heel zachtjes in, dan zou de lichtmeter al moeten activeren. Dat kun je door de zoeker zien. Dan ga je zo rode lichtjes en zo zien. En dat is de lichtmeter die functioneert. Als dat niet gebeurt, is teken dat je batterijtjes plat zijn. Dan kun je dat hier met een cent of zo openschroeven. En er zitten in mijn geval, ik had dat aan de hand, er zitten twee van die AG13 of LR44. Dat is het type batterij. Twee zo'n batterijtjes, hier liggen ze. Die zijn leeg. Twee zo'n batterijtjes zitten daarin. En dan opnieuw inschakelen en checken in de zoeker als uw lichtmeter. Voordat je, bij elke foto dat je maakt, dus die batterijtjes dat je erin steekt, dat is enkel voor uw lichtmeter. Dat gaat alleen helpen om je lichtmeter te activeren. Je kunt zonder lichtmeter die camera gaan gebruiken. En dan moet je gewoon, als je die hier helemaal achteruit zet en terugzet. Dan kun je een foto maken. Dat is intussen elke foto die je maakt moet je... Dus dat is eigenlijk manueel dat je naar het volgende frame gaat van je filmpje. Dus je moet zelf telkens naar de volgende foto gaan voordat je afdrukt. Anders ga je de foto's over elkaar zetten. Dus dat mocht je niet vergeten. En dan, de keer dat je hem doorgespoeld hebt naar het volgende frame. Hier kun je normaal... Het is moeilijk te zien. Maar hier in dat venster kun je zien op welk frame dat je zit. Dus elke keer dat je... Die hendel helemaal doortrekt, ga je eigenlijk zien dat dat een positie opschuift. En dan voor de instellingen, dus je kunt
Ja, ofwel zit hem op A en op A gaat hij eigenlijk, moet je alleen hier op die lens je diafragma kiezen, dus met die draaischijf, je diafragma. Twee, de kleine getalletjes zijn meer licht en de grote getallen zoals 11, 16, 22, dan heb je minder licht, maar wel meer scherpte, diepte. Ja, en een keer dat je op A staat, kun je hem niet meer verzetten, is hij gelokt, moet je die knop hierin drukken, terwijl hij eraan draait. En de P is hetzelfde, is hem ook gelokt, moet je ook die knop daarin drukken terwijl hij eraan draait. Bij de P gaat hem zelfs wat hij hierin stelt ook volledig negeren. En zowel de diafragmawaarde als de sluitertijdwaarde die hier staat, zelf kiezen op het moment dat je afdrukt. Rekening houden met wat hij hierin gesteld hebt, dus dat blijft wel waar. En als je wilt, kun je die hier gebruiken. Ja, dan moet je ook unlocken door hierop te duwen. Naar plus 2 bijvoorbeeld. De positie van die knop hier, met die 0, plus 1, plus 2 en min 1 en min 2, heeft enkel effect als je die P of die A gebruikt. Want dat is eigenlijk je lichtmeter vertellen. Dan moet die knop indrukken terwijl hij het verzet. Dat is eigenlijk je lichtmeter vertellen dat je wilt zeuren, dat je plus 1 of plus 2 of min 1 of min 2 of stappen daartussen anders wilt belichten dan dat je lichtmeter eigenlijk gemeten heeft. Nu, wat wij gaan doen, of wat hij best doet, is eigenlijk om te leren fotograferen dan toch, is die niet op die P en niet op die A zetten, maar echt gewoon zelf, dat is uw sluitertijdknop, dus dat is hoe lang dat uw foto belicht wordt. En die 60 staat in het rood, vermoed dat de flitssynchronisatie 60 is, maar sowieso ga je beter niet onder een 60ste van een seconde, omdat je anders je foto bewogen is door de beweging van jezelf. En je moet eigenlijk hier een waarde combineren met hier een waarde, dus dat is de opening van uw lens, een diafragmawaarde, en dat is de sluitertijd van uw fototoestel, dus de snelheid van de foto. Als je binnen fotografeert, ga je lens vaak zo ver mogelijk open willen zetten, zoals ja, deze gaat maar tot f2, maar heb er die, ik denk dat op bijvoorbeeld 15 mm, die tot f1.7 gaat, dus dan zet je die voor binnen op die 1.7. Dan heb je het meeste licht binnen, maar moet je wel zien dat je op het juiste punt scherp staat, daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst de belichting doen, dus dan heb je al zoveel mogelijk licht. En dan druk je deze voorzichtig in, dus het is niet volledig, maar half. Zodat de zoeker, dat die rode lichtjes in de zoeker verschijnen, dat is je lichtmeting. En in die zoeker ga je normaal gezien getallen zien, of een puntje naast getallen. En dat, die getallen, dat zijn deze die hier staan, dus dat is eigenlijk... Dat is uw lichtmeter die aangeeft van oké, als uw f-getal, uw lensopening f2 is in dit geval, dan moet je bijvoorbeeld, gaat hij zijn 125ste kiezen om een goede belichte foto te maken. Dus dan moet je deze schijf juist zetten en dan kun je bijna uw foto maken. Het enige dat je moet doen is juist scherp stellen. En dat is op die voorste ring, dat is hier nu een heel compacte lens, maar op deze heb je dus twee ringen. De achterste ring... Deze hier, het dichtste bij het fototoestel, die zo in stappen gaat, dat is altijd uw diafragma ring. En de voorste ring, die hier staat, die zo heel vloeiend beweegt, dat is altijd uw focusring. Soms heb je ook nog een bredere ring, die dan bij een zoomlens is dat, die de brandpuntsafstand wijzigt als je eraan draait, dus in- of uitzoomen. Maar dus daarmee staal je scherp. En in de zoeker kun je dan ofwel op het zicht kijken of wat scherp is, of meestal heb je ook wel een hulpmiddeltje. Zo'n splitscreen of zo. In het center staat er meestal wel iets waaraan dat je ook een matscherm is. En daaraan kun je ook zien of dat je beeld scherp is. Als je twee lijntjes hebt en ze staan zo van elkaar, dan is het niet scherp. Terwijl als ze zo staan, is het wel scherp. Als je moeite hebt om te zien of het scherp is of niet, maak dan eerst een deel foto's buiten. Hoe meer licht dat je hebt, hoe makkelijker dat je gaat kunnen zien door die zoeker of dat wel of niet scherp is. Zo kun je het leren. En dan tussen elke opname niet vergeten van naar het volgende frame te gaan. En ook als je gedaan hebt, niet vergeten van, dus hier opnieuw, dus dat was hier, dat ding hier, dat onderste. Van daarmee uw camera, en dan verandert dat hier in het display, uit te zetten. Anders ga je binnen de kortste keren weer die batterijtjes opnieuw moeten vervangen. Als je geen batterijtjes hebt, dan valt gewoon de lichtmeterfunctie weg. Dus dan gaan er geen rode lichtjes in uw scherm komen. Of in je zoeker komen, maar je kunt wel nog altijd hier gewoon je diafragma instellen en hier gewoon je sluitertijd instellen. Die A en die P die gaan dan niet werken natuurlijk, want je hebt geen lichtmeter.
En je kunt ook gewoon naar het volgende frame gaan en afdrukken. Dus je kunt gewoon je foto's maken. Maar je moet dan eigenlijk ofwel schatten wat dat je licht zou zijn, of een app gebruiken op je telefoon voor de lichtmeting. Of met de regel van 16 werken. Dit hier is eigenlijk de regel van 16. Ik weet niet of je dat kunt zien. Dus dan moet je eigenlijk afhankelijk van het weer. Dus pak nu bijvoorbeeld een heel zonnige dag. Dan moet je F16 normaal, daarom noem ik de regel van 16 hier. Dus bij heel zonnig weer moet je F16, dus hier op de lens F16 kiezen. Dat is dat getal. En dan een sluitertijd die gelijk is aan 1 gedeeld door je ISO-waarde. Dus dat betekent dat je, of die er zo dicht mogelijk bij ligt, als je filmpje effectief ISO 400 was, dan moet je dus eigenlijk 500 van een seconde kiezen als sluitertijd. Nu, als je natuurlijk een filmpje van 200 hebt ingestoken, van ISO 200, dan moet je een 250. Dus je moet gewoon de dichtstbij zijnde waarde kiezen. Als je slechter weer hebt, dus dat was die F16 hier, bij heel zonnig weer, als je zon en bewolking samen hebt, dan, dus die waarde blijft altijd gelijk aan je ISO-waarde, of zo dicht mogelijk, dus een 500 in ons geval. Dus bij slechter weer gaan we gewoon naar F11. Bij nog slechter weer, dus enkel bewolking, ga je naar F8, dus dat je de zon niet kunt zien. Oh, ja, zo. Ja, bij sommige lenzen heb je daar nog verschillende posities tussen. Moet je ook opnieuw goed kijken dat de 8, als je de 8 kiest in dit geval, mooi in het midden staat. En dan bij heel donker weer, zoals dat vandaag is met regen enzovoort, dan zitten we nog maar met F5.6. En dan bij, als de zon aan het ondergaan is bijvoorbeeld, gaat er nog een paar stops vanaf, heb je nog F4 over. Daarmee kun je dus met dit trucje, moet maar op pauze zetten de video, kun je dus eigenlijk je foto's belichten zonder dat je die batterijtjes nodig hebt. En als het goed is, heb je daarmee normaal alles dat je moet weten voor, om foto's te nemen met dergelijke camera. Hè. Typisch de workflow als je een foto maakt is, je zet je instelling nog ongeveer goed, bijvoorbeeld met behulp van de regel van 16, met dit trucje. En dan ga je rondkijken en door de zoeker kijken en composities zoeken. En terwijl je composities zoekt, ga je eigenlijk hier aan die buitenste ring draaien voor je scherpstelling telkens goed te hebben. Want anders zie je heel wazig door je zoeker, kun je niet goed zien wat je maakt. En dan voordat je je compositie gevonden hebt, voordat je afdrukt, check je nog snel of dat je belichting goed staat. En als die goed staat, druk je af. Vervolgens draai je terug aan het hendeltje om naar het volgende frame te gaan. En begin opnieuw te zoeken naar een foto. Stel de scherp op zoek naar de juiste compositie. Als je die gevonden hebt, opnieuw je belichting checken en afdrukken. De reden dat je eerst zoekt en scherp stelt terwijl je aan het zoeken bent en kadreert, is omdat en pas daarna je belichting eigenlijk terug juist zet, is omdat als je verandert van compositie, van hoek enzovoort, van beeld, dan verandert je belichting ook continu. Dus eigenlijk moet je eerst je compositie bepalen en dan pas je belichting bepalen. Het is daarom ook, als je je ontspanner half indrukt, juist voordat je eigenlijk echt je foto gaat maken, wordt je lichtmeter pas terug geactiveerd. Dan pas check je eigenlijk heel snel nog of je belichting nog goed staat. Als die goed staat, kun je effectieve foto maken.